Hele reactie. Tijdens de Ramadan, die volgende week begint, komen 45 Marokkaanse imams naar Nederland. Die zijn geselecteerd door de Marokkaanse overheid. Deze grote groep imams moet de radicalisering van Nederlandse jongeren bestrijden. Maar critici zetten vraagtekens bij het plan. Want wie zijn deze imams precies en waarom kunnen Nederlandse imams het niet? Ik vind het in alle opzichten een zwaktebod om aan Marokko te vragen om imams hierheen te sturen. Ik vind het vrij naïef om te denken dat dit de radicalisering van jongeren zou stoppen. Ik denk dat het heel goed is dat de islamitische gemeenschap deze imams uitnodigt. Er is forse kritiek op het voornemen van het CMO, het contactorgaan Moslims en Overheid, om zeker 45 imams uit Marokko uit te nodigen hier te komen preken tijdens de Ramadan. Woordvoerder Yassine Elfokani legt uit wat ze hier komen doen. Het zijn Marokkaanse imams, theologen, die ook doseren aan universiteiten in Marokko. En die komen tijdens de maand Ramadan om lezingen te geven, te verzorgen in de moskeeën. En het gaat met name dit jaar dat wij de focus hebben gelegd op radicalisering en extremisme. En dat onze gelovigen ook een beter beeld gaan krijgen in onze theologische reservoir die we hebben. Na de terreuraanslagen in Casablanca en Marrakesh heeft Marokko een voortrekkersrol genomen in het bestrijden van het religieus extremisme. Er wordt veel tijd en geld gestoken in het opleiden van relatief gematigde imams. Met het uitzenden van die imams naar Europese landen probeert Marokko radicalisering tegen te gaan. En ook hier, want 70% van de Nederlandse Syriëgangers heeft namelijk een Marokkaanse achtergrond. Het plan om radicalisering tegen te gaan vind ik uitstekend natuurlijk. Maar waarom dat nou moet gebeuren door imams uit Marokko is mij een raadsel. Jan-Jaap de Ruiter, Arabist aan de Universiteit Tilburg, begrijpt de samenwerking met Marokko niet. Als je Marokko om een dienst vraagt, in dit geval van stuur een aantal imams, dan krijg je daar automatisch het hele Marokkaanse beleid bij van, weet je, probeer zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op in dit geval de Marokkanen in Nederland. En daar kun je van alles van vinden, maar ik vind dat dat uiteindelijk een soort van definitieve integratie van die groep verhindert. Ik denk dat dat op termijn beter is voor de islam in Nederland, dat ze dat zeg maar helemaal zelfvoorzienend zijn en hun zaken helemaal zelf regelen, in plaats dat ze, van dat ze in dit geval met de Ramadan beroep moeten doen op meer dan 40 imams uit Marokko. Deze 45 imams die in Nederland aan de slag gaan, worden namelijk niet gekozen door het CMO, maar via de Marokkaanse overheid geregeld. De aanvraag wordt ingediend bij het ministerie van de Religieuze Zaken in Marokko. Die doen een screening van de imams die ze deze kant op krijgen. Wij hebben ook een eisen die we stellen. Dat iemand in staat is om de context van Nederland goed te begrijpen. Theologisch goed onderlegd zijn. En als we eenmaal het lijstje vaststellen, dan gaan we de technische kant organiseren. Het idee is dat de islam in Marokko vanuit het islamitisch-Arabisch perspectief, vanuit de Arabische wereld, gematigd is. Nou, daar is best wel wat voor te zeggen. Als je islam in Marokko vergelijkt met die in Saudi-Arabië, is dat zeker waar. Maar vergelijk je dan weer diezelfde islam in Marokko met de situatie hier in Nederland, nou dan is de Marokkaanse islam best wel conservatief. Je hoeft me die imams daar maar te vragen naar een visie op vrouwenemancipatie. Dan heb ik het nog niet eens over homo's. Daar word je in Nederland niet blij van als je dat hoort. Wordt dit beleid gesteund vanuit de Nederlandse overheid? Minister Asscher wil hier voor de camera niet op ingaan. Feit is dat er door het UWV wel 51 werkvergunningen zijn afgegeven en dat de benodigde visa door de IND zijn verstrekt. Volgens SP Tweede Kamerlid Saadet Karabulut heeft de komst van de 45 imams dan ook de volledige steun van minister Asscher. Hij is naar Marokko geweest afgelopen maart en het is een beetje schimmig welke afspraken daar zijn gemaakt. Maar één ding is duidelijk, is dat met de organisaties hier en de koning van Marokko er afspraken worden en of zijn gemaakt over import van de zogenaamde gematigde islam vanuit Marokko naar Nederland om hier Nederlands problemen op te lossen. En dat zie ik niet zo zitten. Ze spreken de taal niet, kennen de context niet, hebben totaal geen aansluiting met jongeren waar het om gaat. Het is ook nog eens een soort van failliet van het integratiebeleid. Zijn er dan daadwerkelijk te weinig Nederlandse imams die de deradicalisering tijdens deze Ramadan kunnen uitdragen? Er waren enkele jaren geleden 3 Nederlandse imamopleidingen, nu nog maar 1. De afgestudeerde imams kwamen namelijk nauwelijks aan de pak.
ze zouden de Koran niet uit hun hoofd kennen en onvoldoende Arabisch spreken. Begrijpt u de kritiek? Ik bedoel, waarom imams uit het toch iets conservatievere Marokko halen, terwijl je hier imams hebt die thuis op de bank zitten? Nou ja, ik weet niet of die kritiek terecht is, maar wat wel het geval is, is dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten dragen en beseffen dat we tot de dag van vandaag geen eigen imams kunnen opleiden. En dat is wat mij betreft het hoofdpunt waar we het over moeten hebben. En niet praten over 45 imams die één maandje hier naartoe komen en weer teruggaan. Als we het echt grondig willen aanpakken, dan dienen we onze verantwoordelijkheid dragen om een goede imamopleiding in Nederland te realiseren. Hoe komt het dat een geloofsgemeenschap, zeg maar, die hier al 50 jaar is, dat die nog steeds geen voldoende eigen imams heeft? Wat gaat er mis? Ja, dus er zijn natuurlijk wel imams, maar die zijn over het algemeen niet gewapend. Dat bedoel ik natuurlijk figuurlijk, tegen extremisme en radicalisme. Dus er ontbreekt kennis, ook over religie en over hoe je bijvoorbeeld islam in relatie tot moderniteit, westerse waarden, progressieve waarden, hoe je dat vorm kunt geven. Hoe komt het dat men in Marokko dan zoveel verder is daarin? Dat is toch bijna niet voor te stellen? Ja, dat is voor een deel ook te verklaren doordat als je een migrantengemeenschap bent, ben je toch vaak conservatiever, laten we zeggen, in het buitenland dan in het land waar je vandaan komt. Je ziet dat Marokko bijvoorbeeld de grootste discussies voert. Wat mij nog het meeste fascineert is, wat is nou eigenlijk de bedoeling van minister Lodewijk Asscher van integratie? Die verzette zich fel tegen ongewenste beïnvloeding, de lange armen vanuit Turkije, vanuit Marokko. En opeens is die als een blad aan de boom gedraaid en wil die nu allerlei producten uit het buitenland importeren. Ik zeg, samenleven doe je in Nederland, richt je alsjeblieft op de krachten die hier zijn om de problemen hierop te lossen met onze eigen jongeren.